Eerst Wijnand Duiveldak. Zijn verleden als actievoerder heeft hem de politieke kop gekost. Tweede Kamerlid Wijnand Duiveldak stapt op. Hij kan niet langer functioneren, vindt hij zelf. Al eerder bracht hij zelf naar buiten dat hij in de jaren 80 als milieuactivist betrokken was bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. Er werden toen lijsten gestolen met namen van topambtenaren. Nu blijkt dat die ambtenaren kort daarna bedreigd werden. Aan de telefoon een van die bedreigde ambtenaren, voormalig topambtenaar George Verberg. Meneer Verberg, goedenavond. Goedenavond. Wat is uw reactie op de stap van Wijnand Duiveldak? Ik vind dat een volstrekt begrijpelijke en juiste stap. En het siert hem dat hij die stap, zo begreep ik uit het nieuws, zelf heeft gezet en niet daartoe is gedwongen. Nee, u hebt hem gisteravond even gesproken. Hebt u het nog tegen hem gezegd van, joh, dat zou beter zijn? Hij heeft mijn brief gelezen, dus dat wist hij. We hebben met elkaar afgesproken om elkaar een keer echt te spreken. Maar toen had hij nog niet de beslissing genomen om af te treden. Nee, wij praten zo verder. Eerst even de kwestie Duiveldak kort op een rij. GroenLinks Tweede Kamerlid Wijnand Duiveldak stapt op. Dat heeft hij ruim een uur geleden bekendgemaakt. Zijn positie is onhoudbaar geworden nadat hij negatief in het nieuws kwam als milieuactivist. In 1981 breekt hij in bij een gebouw van het Provinciaal Militair Commando. We zijn er naar binnen gegaan en we hebben daar documenten gestolen omdat we duidelijk wilden maken dat het leger er niet in de eerste plaats is of niet alleen is zoals veel mensen denken tegen de Russen. De kwestie die nu leidt tot zijn aftreden begint een week geleden, als naar buiten komt dat hij in 1985 betrokken is bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken. GroenLinks-partijleider Halsema reageert geprikkeld. Gisteravond zelf op televisie gezegd dat zijn geloofwaardigheid een deuk heeft opgelopen. Dat beaam ik. En het zal aan hem zijn om die geloofwaardigheid de komende weken te repareren. Wat nu in het beeld is ontstaan, is dat ik eigenlijk die actie nog een beetje vergoeilijk, zoals het niet toejuich. Terwijl, en dat is denk ik uitermate relevant, ik dus afstand neem van die actie. Heb je en de conclusie van? Trekt dat je op een andere manier, je politieke doelen moet bereiken. Maar de zaak blijft de gemoederen bezighouden. Vandaag blijkt dat de inbraak in het ministerie indirect heeft geleid tot brandstichting en bedreigingen. Onder meer van voormalig topambtenaar George Verberg. En meneer Van den Berg is nog steeds aan de telefoon. Meneer Verberg, wat gebeurde er precies bij u? Twee soorten. In de eerste plaats is er getracht ons huis in brand te steken door in petroleum gedrenkte lappen die aangestoken waren door de brievenbus sleuf te duwen. Dat is gelukkig niet gelukt omdat we een plavuizen en een vloer hebben. En daarnaast zijn een aantal malen in het holst van de nacht zijn we gebeld en als mijn vrouw dan de telefoon opnam dan kreeg ze of een bedreigende stilte te beluisteren. Maar wat vervelender was als er dan gezegd werd van je man krijgen we nog wel. Ja, want voor de duidelijkheid, uw naam was in de krant gezet door Wijnand Duiveldak, zal ik maar even zeggen, de club waar hij voor werkte toen. Nou, in ieder geval door de redactie van Bluff. Ja. Ja. Hoe ging u daar eigenlijk mee om met die bedreigingen en met die telefoontjes? Ja, ik heb uiteraard de beveiligingsbeambten van Economische Zaken geïnformeerd. Net zoals dat ook voor mijn collega Gold, die ook op die lijst, die gepubliceerde lijst stonden. En waar ook vervelende dingen zijn gebeurd. En vervolgens hebben we bepaalde beveiligingsmaatregelen gekregen. Een frequenter patrouilleren van de politie, beveiligingsfolie voor de ramen aan de straatzijde, de uitdrukkelijke raad om bij schemer onmiddellijk de gordijnen te sluiten, zodat je niet een altijd gemakkelijk doelwit zou kunnen zijn voor deze of gene actievoerder. En de kinderen die moesten wat uitdrukkelijker begeleid naar school gebracht en gehaald worden. Ja, ik zei al, u bent gisteravond gebeld door Wijnand Duiveldak. Wat zei hij u? Dat hij hier niets van wist, dat dit soort zaken gebeurd was en dat hij het hoe dan ook afschuwelijk vond en heeft toen ook zijn verontschuldiging aangeboden, hetgeen mijn vrouw en ik hebben geapprecieerd. Ja, en u vond dat geloofwaardig wat hij zei, dat hij dat niet wist dat het zou kunnen gebeuren? Die bedreigingen omdat zijn club zeg maar adressen op het internet had gezet of had gepubliceerd?
onbenulligheid. Als je zo'n artikel in de Krakersblad of in een actievoerend blad als bluf plaatst, dan weet je toch redelijk goed wat voor vlees je in je lezerskuip hebt. En als je dan bovendien tenminste één keer, als het niet twee keer is geweest, in vervolgnummers van Bluff nog eens een keertje naar dat artikel en die oproep verwijst, ja, dan ben je toch heel bewust bezig geweest om de betrokken groep ambtenaren te intimideren, te bedreigen, te terroriseren, hoe je het verder noemen wil. Ja, meneer Verberg, dank u wel voor uw reactie.